Alright boys, welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag gaan we kijken naar een gloednieuwe car bundle. En dit is de American Automotive Car Bundle. Er zitten 4 auto's in, kost volgens mij zo'n 5 euro. En op zich niet de meest interessante auto's. Al zit er eentje bij, waar ik wel erg nieuwsgierig naar ben. En die gaan we als eerste checken. Dan moet ik wel trouwens eerst die bundle verkopen, dus laten we het eerst even doen. Dat is deze carpack. En daar zie je hem al staan. Die linker auto, dat is de Zinger. En ik kan trouwens op klikken. Hier zie je alle auto's. De Silverado, de Zinger, een gekke DiBerti bus. En als laatste de Celine S7. Dus nogmaals, niet de meest bijzondere pack. En deze kan je dan kopen voor volgens mij 4,50 euro. Maar ik ben vooral nieuwsgierig naar die auto. Die gaan we vandaag checken. Misschien dat we nog iets anders gaan pakken. Maar laten we eerst even beginnen met het kopen van de pack. Dat staat bol. Dat zijn behoorlijk grote deuren. What the heck? Dat is insane. Kunnen we nog meer doen? Achterkant kan open. Beautiful. We zien nog steeds niks, want het is zo gigantisch donker. Maar laten we eens eventjes beginnen met... Ik wil hem eigenlijk niet tunen. Laten we maar gewoon eens even naar buiten gaan. Laten we maar gewoon eens even ronddraaien en kijken hoe die is. En het eerste wat ik denk als ik deze auto zie is letterlijk Hot Wheels. Ik zou eens willen zeggen dat er auto's in Hot Wheels zijn die eruit zien als dit. Zo overdreven. En weet je wat bizar is? Ik had 0 wheelspin. Ik heb tractie uitstaan. En hij kwam eigenlijk goed van zijn plek. Dat is wel nice. Ik weet niet wat de topsnelheid gaat zijn. Dat kunnen wij volgens mij hier eens checken. Dus als we links aanhouden, gaan we de snelweg op. Ah, dat is niet hier. Dat is niet hier. Kijk dan toch, boys. Wat een festiviteiten. Wat een gezelligheid. En hij blijft nog steeds klimmen. Ik denk wel dat het een beetje zijn... Oh god. Zijn limiet is. 360. Maar dat is meer dan voldoende. Over het algemeen heb je niks aan 400. Dat haal je nergens. En oh boy. Wow, ik moet trouwens cockpit nog even checken. Ah, prachtige landing. Hoe ziet het eruit van binnen? Is dat weer spiegeling wat ik zie? Dat is inderdaad die weerspiegeling. Oh, dat is super naar. Want je kan dat daarvoor zien. Dat zie je letterlijk in dat raam. Oh my god, dat is heel naar. Oh, ik zit in mijn 7. Voor de rest is het wel handig dat je in het midden zit. Maar het lijkt een beetje op een fighter jet. Dat is ook wel als je dan naar kijkt aan de buitenkant. Het heeft ook wel weg van een fighter jet. Gewoon qua cabine, zeg maar. Zo smal. Het enige wat hij nodig heeft zijn vleugels. Ja, wat we nou dus gaan doen is... We gaan eens even op zoek naar een race. En er zijn een paar nieuwe races. En ik heb de laatste al een paar gedaan. En ik heb geen video gemaakt. En... Een ervan zit hier. Er zit er eentje hieronder. Dat was deze volgens mij. Ja, die heb ik dus al gedaan. Alleen ik heb uiteindelijk... Of in ieder geval, ik heb al een video gemaakt. Maar ik had een video verwijderd. Want ik was er niet happy mee. Dus vandaar. En hier heb je ook nog een race. We kunnen in principe eerst deze doen. Daar zitten wij niet heel ver vandaan. Wat is daar in de verte? Dat is sowieso nieuw. Ik heb dat nog nooit gezien. Wat is dat? Weet je, ik ga eerst even kijken. Ik wil weten wat dat is. Oh! Oh, dat is een skull. Dat is wel gaaf. Oh, dat is wel sick. Dat is waarschijnlijk voor Day of the Dead. Dia de Muertos. Of weet ik hoe je dat uitspreekt. Dat is wel cool. Helaas kan je niet omhoog kijken. Dat is, dat zijn drones of zo. Wat zijn dat? Oh. ik ga naar fotomode. Dan krijg ik dit. Wel, dat is fantastisch. Je hebt volgens mij ook zo'n drone waarmee je kan rondvliegen. Maar het zal wel. Wait, nou is je weg. Huh? Oké, okay, we rijden weer door naar de race. En dat is hier links ergens. Weet je wat? Ik ga alvast hier even af. Net zo makkelijk. Er is bijna geen verkeer. Ik weet niet hoe laat het is, maar het is behoorlijk rustig. Maar ik vind de auto op zich wel nice. Ik merk wel hier en daar dat hij toch wel slipt in die eerste versnelling. Ik weet niet waarom ik daar in het begin geen last van had. Maar dat merk ik nu wel. Zolang wij niet al te veel terugschakelen naar z'n 1, dan zitten we op zich wel, wel goed. Dus dit is dus een nieuwe race. Er zijn ook nieuwe velgen. Er zijn volgens mij nu nieuwe bodykits voor bepaalde auto's. Maar ja, we gaan eens even beginnen met dit. En het is een race van 8,1 kilometer. Is niet bepaald lang. Maar... Het geldt voor eigenlijk alle races in deze game. Ik vind het nog steeds moeilijk te geloven dat dit geen Hot Wheels auto is. Ik geloof het niet.
Kijk, weet je wat het is? Meneertje Zinger is op zijn minst geïnspireerd geweest door Hot Wheels. Op zijn minst. Had hij gewoon allemaal van die auto's op zijn bureau staan. Dacht, weet je wat? Die gaan we gewoon namaken. Dat zal het zijn geweest. En het valt me trouwens op dat we heel, heel traag weg zijn. We staan nog steeds 10e. Je zou verwachten met die All-Ball Drive dat je juist snel weg bent. Maar ja, dat is niet het geval. Al kom ik nou langzaam maar zeker wel mensen voorbij. Dus dat is iets. En het ding met deze auto is, hij is super grippy, maar hij wil voor geen meter sturen. Hij is ook niet bijzonder snel, niet qua topspeed en niet qua acceleratie. Dus waar is deze auto voor bedoeld? Wat is zijn doel? I don't know. Oh. Zelfs de remmen zijn niet optimaal. En het is hier zo druk, jongen. Ik kan er amper langs. Yes. Oké. Okay. Ah. Ik kan haast niet sturen. Maar ja, mocht je twijfelen of je deze bundel moet halen, doe het niet. Oké. Okay? De enige reden waarom ik hem heb gekocht is puur voor de video. Anders zou ik hem ook niet halen. En als je dan heel graag een bundel wil halen, kun je beter die Italian Car Pack doen. Al was die volgens mij ook weer duurder, want er zaten meer auto's bij. Dus dat is wel weer een ding. Dus wil je echt graag van je 5 euro af, dan kun je ook gewoon subscriben op mijn Twitch. Link staat in de beschrijving. Waarschijnlijk ben ik letterlijk nu live. Want vrijdag is de release van Modern Warfare 3. En ik wil die zombie mode gaan streamen. Dus als je dat wil zien, kom gezellig langs. Twitch.tv/DennisKTV. Ook link in de beschrijving. En kan ik hier nog een paar mensen bij komen? Kom aan, ik wil er nog 2. Dan staat mijn derde. Come on! Come on! Op zijn minst 1 dan! Die Ferrari. Yes! Ik eindig gewoon 4e. Hier heb ik dus zojuist 5 euro voor betaald. Een diep trieste 4e plek. Wauw. Ik heb niet eens het idee dat ik heel slecht reed, maar ik kon die bochten gewoon niet nemen. En allemaal Forza Editions bovenaan. Ik zie een patroon. We gaan hem eens eventjes upgraden. En ik ga trouwens weer even instappen. Nou is het wat lichter. Eerder was het heel donker, toen zagen we niks. Maar het interieur is wel vet. Die hele rolkooi ook. Huh. En het is moeilijk te geloven dat iemand hier 2 miljoen dollar voor zou betalen. Daar geloof ik helemaal niks van. No way. Je kan zoveel vette auto's halen voor 2 mil. Dan hou je geen Zinger. Ik weet niet wat Zinger nog meer allemaal doet. Ik ken de naam. Maar ik weet niet wat. Volgens mij zijn het van die customized of getunede versies van bestaande auto's. In ieder geval, dat was het. Dit is wel de eerste Zinger in deze game. En we gaan eens even kijken bij de upgrades en tuning. Wat is er mogelijk? Korte antwoord is helemaal niks. Of in ieder geval geen visuals. Oh, we kunnen wel een twin turbo doen. Met anti-lag. Interesting. En verder rest kunnen wij hem verhogen. Maken we er een monster truck van. Of, oh, drift suspension. We gaan sowieso straks nog driften. Dus wil je dat zien? Blijf kijken. Ik zat even te kijken bij die tunes. En kijk deze. Deze is super populair. En kijk die launch. Een launch van 3.5. Ik weet niet hoe. Maar dat is heel bizar. Want standaard is het een 9 of zo. Dus hoezo is dat een 3.5? Het mooiste van alles is dus, dit is de meest populaire tune. Dus die gaan we dus niet doen. Ik denk dat we gewoon deze pakken. Want qua tunes lijkt er niet heel veel te veranderen. Ik zie hier al gelijk een Red Bull livery. Op zich een leuk idee, al ziet hij er best wel shit uit. Dus wat hebben we nog meer? Ja, we kunnen even oranje. Ziet er wel vet uit. Met welke kleur was hij nou eigenlijk? Oh ja, hij was blauw. Ik was het gewoon volledig vergeten. Maar op zich oranje zou kunnen. Oranje is nice. It's time to rock and roll. En nogmaals, oranje staat hem zoveel beter. I like it. Oh. Hij slipt behoorlijk veel. Dat is iets waar we rekening mee moeten houden. Misschien hem even tractie aanzetten zo. Dat kunnen we doen. Hij moet nou sneller zijn. Op vrijwel alle vlakken. Qua topspeed, qua acceleratie. Qua grip in principe. Want we hebben nou die slick tires. Dat zou allemaal wel moeten helpen. Wat valt me nou trouwens pas op die achterkant, die uitlaten. Doet me best wel erg denken aan de P1. Al is die volgens mij van de P1 een stuk kleiner. Maar een beetje hetzelfde idee.
P1 is en blijft een van de mooiste hypercars. Dat ding is al zo oud, maar die is zo tijdloos. Echt een prachtige auto. Ik ben nou onderweg naar een race. En volgens mij is dit een van de nieuwe races. Ik heb hem nog niet eerder gedaan, dus ik weet niet zeker. Maar ik ben er vrij zeker van dat ik alle andere races al gedaan had. Dus deze moet haast wel nieuw zijn. Auw. En het begint momenteel ook behoorlijk glad te worden hier. Het begint te regenen. Dat is niet iets wat we nou willen zien, hè. En oh, alles in orde. Oké. Kunnen we nog even snel die race starten voordat het begint te regenen? Ook al begint het al letterlijk te regenen in de game. Of het is allemaal alweer nat. Maar over 6 minuten is wet season. Dus dan zal het wel weer meer worden. Dus hopelijk kunnen we nog even snel die race doen. En dan zitten we daar wel in de regen met drifting. Oh mijn god. Dat wordt een probleem. Maar dan hebben we ook die angle kit en alles. Dat komt hopelijk wel in orde. Ja, we gaan dus deze race doen. De Vista Del Mar. En daarvoor gaan wij als eerste heel eventjes die tractie aanzetten. Oh nee, ik moet eerst mijn auto kiezen. Oké, okay, nou, dit is mijn auto. 1200 pk, 1300 kilo en all-wheel drive. We hebben nou dus straks de controle aanstaan. En we gaan eens even kijken of dat echt een verschil gaat maken. Ik zou willen zeggen dat de start sowieso al beter is. Geen wheelspin. En oh, als ik hier al gelijk op mensen kan inhalen, zou dat op zich wel tof zijn. Never mind, het is veel te druk hier. Ja, het is zo lastig om mensen in te halen als er zoveel auto's op één aan zitten. Iedereen rijdt hier zowat in de muur. Dat is ook gezellig. Oh, we staan al 5. Dit is al een betere start dan net. Kijk, als wij top 3 kunnen finishen, dan ben ik happy. Want net waren we 4e. Was een beetje triest. Nou rijden we ook 4e. Nee! Ah, oh, dat zetje, jongen. Dat vieze zetje. Ik kon net die bocht niet insturen door die Ferrari. Hier, heb je een zetje terug. Die kan je krijgen. Ja, dit is de hele top 3 hier voor ons. De race lijkt best wel lang te zijn. Of in ieder geval langer dan net. We zitten pas op de helft. Dus ik denk dat we hier nog wel wat mensen kunnen inhalen. Ja, oh, zeker. Kijk, 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 kijk. Beetje off-road. Geen probleem. Ik wilde naar links sturen, maar ik merkte dat mijn auto niet reageerde. Ik weet je wat? Beetje off-road moet kunnen. Ik ben blij dat ik dat mag afsnijden. Daar had ik genaaid kunnen worden, want ik miste volgens mij de vlag. Daar gaan we het niet over hebben. We rijden eerste. Ik weet niet hoe lang we dit volhouden. Oh, ik loop uit. Ik dacht dat ze veel korter achter me zaten. Ik zit al op 83%. Dan zal dit waarschijnlijk de eindsprint zijn. Auw! Jesus, ik rem gewoon af, man. Mafkees. Duw me gewoon vooruit. Dit is inderdaad de eindsprint. Ik geloof niet dat we nog inhaalt. Oh, hier is letterlijk finish. Ik dacht dat hij iets verder weg zou zijn. Maar, hey, we hebben in ieder geval win. Maar deze auto is, it's not it. It's not it. Mm-mm. We noticed you've been using GT Minions design. Dat was letterlijk gewoon een oranje auto. Maar hey, applaus voor jouw geweldige design. Oh, dat is op zich wel grappig. We hebben nou een nieuwe festival playlist. Het eerste wat we zien is American Automotive. En dat is letterlijk die playlist, of die bundel die ik heb gekocht. Was ook American Automotive. En die Lucid is op zich wel grappig. Maar verder zit hier ook wederom niet heel veel interessants bij. Is er toevallig... Er is een driftzone. Al ziet dat eruit als off-road. Dat is inderdaad off-road. Ik zou mijn auto kunnen gebruiken, want dit is Country USA. Ik moet er wel detunen naar S1, wat fijn is. Maar ja, een off-road driftzone, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Maar we gaan toch eerst eventjes doorrijden naar hier. Dan kunnen we even de auto upgraden. Gaan we even een drifttune erop gooien. We gaan eens even upgraden. En ik doe mijn eigen tune. Want over het algemeen vind ik dat het fijnste. En op zich hoef ik niet heel veel aan te passen. Het enige wat we gaan doen is waarschijnlijk gewoon die angle kit. Deze. We doen ook een drift diff. Ja. En die auto is trouwens nou zo laag. Maar naast dat... ja, ik kan turbo's doen, maar ik geloof het eigenlijk allemaal... Weet je wat? Sure. voor die anti-lag is op zich wel lachen. Wat turbotjes. Weet je wat? Deze is op zich nog best wel prima. Deze is best goed gelukt. Had ik niet verwacht. We doen deze wel gewoon. Helemaal prima. Oké. Okay. We hebben nou dus een drift tune. Ik moet er even die tractie uitzetten. En dan kunnen wij hem gaan proberen.
Het probleem is wel, dat event wat ik wilde doen, dat kunnen wij niet doen. Want deze auto kan niet naar dat level. SE900, dat kunnen we niet halen, want daar zit standaard in S2. Dus dat is het probleem. Dus we zullen gewoon andere driftzones moeten doen. Op zich niet zo erg, want dat offroaden zag ik sowieso niet zo zitten. Maar it is what it is. We pakken dit, hoppatee, en aan de slag. Ik heb een driftzone gevonden, we gaan er eens even... Dat hebben jullie niet gezien. Dat heeft niemand gezien. En we rijden rustig verder. We zijn onderweg naar een driftzone. Hier ergens voor ons. Ik weet niet precies waar dat ding is. Maar ja, we rijden deze kant op. Ik zou in principe ook nog die driftcamera kunnen proberen. Ik weet alleen niet of ik dat nou wil doen. Misschien hebben we dat een andere keer doen. Ik heb geen zin om dat nou aan te passen. Deze driftzone is een stuk verder weg dan ik dacht. Wat de hel? Ik dacht dat het veel dichterbij zou zijn, maar we zijn er bijna. En dan gaan we dus aan de slag met dat driften. Nogmaals, verwacht niet veel. Dit is alles behalve een driftauto. Maar ik had het leuk om te proberen. En ik moet misschien toch in mijn 3. Nee. Het zijn wel behoorlijk wijde bochten, dus... Ah! Hij is zo wijd als nog vliegen uit de bocht. Jezus. 100.000 punten, op zijn minst. Ja! Yeah! 119. Oké, okay, dat was... niet heel veel. We rijden rustig door. Ik ga er vanuit wel meer van die driftzones zullen vinden. Kijk, we hoeven niet per se in een driftzone te zitten om te kunnen driften. Ik weet niet waarom, maar om de een of andere reden lijkt de auto nou een stuk fijner te zijn. Wat niet logisch is, want dit is letterlijk de standaard tune. Het enige wat anders is, dat is die drift suspension. Maar... ja, over het algemeen zou je dat niet echt aanraden met de gewone race, right? We zijn trouwens nog onderweg naar een andere driftzone. Daar gaan we afsluiten. Hier hebben we nog een mooie tunnel run. Ik mis nou trouwens wel mijn... ah, daar. Juist. Een pruttels. Ik heb trouwens wel nog die twin turbo. Dus dat hebben we standaard natuurlijk niet. Dus dat had ik ook nog aangepast. En ik moet hier ergens rechtsaf. Ah, hier. Ah, hier is de driftzone. Nou, ik heb nou niet echt snelheid. Oh, heb je hier ook niet echt snelheid? No, nee, ik heb dubbel snelheid. Oké. Dat kan ook. Ik krijg nog steeds punten. Dat is iets. We gaan hier zeker te weten 100.000 halen. Dat hebben we al. Het is best wel een lange driftzone. Hoeveel punten? 150? Ah, 160. Nou. Nou. We hadden op zich best een goed begin. Alleen het einde was een beetje rommelig. Ik was al mijn snelheid kwijt toen ik deze bocht uitkwam. Wat nog steeds raar is. Want je zou zeggen dat... Oh, yes. Ja, het is beter. Dat je daar meer dan genoeg wielspin moet hebben. Ik zat er nummer 2. Maar alsnog. We gaan nou in ieder geval meer punten pakken. Dat is wel duidelijk. Holy shit. Dit is een hele nette run. Zo. Oeh. Het zou grappig zijn als ik mijn record zou verbreken. Met deze auto. Ik had 200.000 met waarschijnlijk een driftauto. Ah, we gaan het ook net niet halen. Net niet. Shit. Ik had meer punten kunnen pakken op het einde. Maar dat was een hele, hele nette driftrunde. Maar ik denk dat we gelijk gaan stoppen. En zoals altijd gaan we natuurlijk afsluiten met een wielspinnetje. En die hebben we als het goed is ook... we hebben 6 gewone en 1 super. En volgens mij heb ik ook nog eentje cadeau gekregen. Dat is deze. Er zijn er 6. Oeh. Oh, ik wil dat letterlijk niet doen. Ik klik het verkeerde knop. Nou ja, weet je wat? Hier een supertje... We krijgen een BMW Isetta en een prachtige armband. Top. Hey, vond je het een leuke video? Drop een like, abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.